Hier is een mooi voorbeeld van Daniela. Ze was eerst een fotograaf geworden en ze vond de wereld van fotografen te eenzaam. En uiteindelijk heeft ze besloten om Pilatus-leraar te worden, omdat ze, ze wilde nog steeds iets doen met haar lichaam. Blijf zoeken van hoe je dat dansverleden dan vertaalt in een nieuw beroep. En ik heb dan een manier gevonden, zeg maar, om fotografie en dans te combineren. Zo blijf ik wel dichter bij de dansers en voelt de nieuwe werk weer minder eenzaam. Nou, op deze foto kunnen we Sefton zien. Hij is balletdanser geweest. Hij heeft gekozen voor een ander beroep en hij is een fitnessinstructeur. En hij miste de familiegevoel en hij noemt zijn nieuwe werkomgeving een familie. Als je één keer stopt, dan verdwijn je van de wereld. Of van het theater tenminste. En met deze serie wil ik de dansers die niet meer dansen een nieuw leven weergeven, zodat ze weer gezien worden.